de, helemaal aan het eind de acceleratiefase. En dat is een hele belangrijke. Ook, dat is dat je aan het einde van je creatieve proces er altijd een versnelling zit. En dat, nou bijvoorbeeld, je hebt een deadline. Ja. En je hebt nog een dag. Ja. En opeens ga je heel anders werken. Ja. Want je gaat, je denkt, ja, het moet nu gebeuren. Dus dat betekent beslissingen waar je normaal weken over doet, gebeuren in een. In no time. Ja. En je gaat snel beslissingen nemen. Je komt in een soort flow. Hè, van die theorie van de creativiteit. Als het goed gaat, kom je in een soort flow. En, dat is een soort versnelling. Dus alles gaat sneller. Maar bijvoorbeeld, het is rampzalig als je met een groep iets maakt. En één van de mensen van die groep heeft niet door dat je in de acceleratiefase zit. Dus die gaat zeggen van, we moeten het toch nog eens over hebben of dit wel een goed idee is of zo. Nee, we hebben nog 3 uur, geen gezeik. Jij doet dit, jij doet dat. Ja. Het is ook buitengewoon hiërarchisch. Okay. En dat is een soort fase die je altijd moet, die heb je altijd. Ja. En daar kun je ook in trainen, want er zijn sommige mensen die halen deadlines niet, omdat ze niet snappen dat je in die versnelling, die blijven dan toch hebben van, ik moet een keuze maken. Wordt het nou dit of dat? En dat? Ja. Ja. Je moet wel een keuze maken, maar je moet niet zeiken, want je hebt nog maar een paar uur en dan moet het er zijn. Ja. Dus je moet een keuze maken. Ja.